allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag, of course. Het is wel laat op de dag, het is namelijk 5 uur en ik begin nu pas met vloggen. Maar sowieso, deze dag was echt, ik kwam zo moeilijk op gang. Echt, het was echt niet te geloven. Echt, voordat ik wat ging doen was het denk ik al 4:30. Dus, ongelooflijk. Maar goed, ik ben er weer met een nieuwe vlog. Ik heb weer zin om deze week weer lekker te gaan vloggen. Dus dat gaan we doen. Ik vind het altijd leuk om een nieuwe weekvlog te starten. Want het voelt echt als een nieuw begin. Ik weet niet, vind ik altijd leuk. Dus ja, ik hoop dat jullie dit weer leuk gaan vinden. Mama en ik gaan sporten en we hebben er ontzettend veel zin in. Toch, mam? Ja, dat was altijd. Altijd zin in. Maar op zich mag ik niet zeuren, want ik ben al een maand niet geweest. Oh. En dat is overigens wel te zien aan mijn buik. Ga lekker slapen. Miloetje ook, hè? Slaap lekker. Slaap lekker, Joetje. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En vandaag ga ik naar Amsterdam. Samen met Sabrina. We gaan gewoon even gezellig lunchen. En we zien elkaar nu eindelijk weer. Want het is ook alweer een tijdje geleden. Dat was voordat ik op vakantie ging nog. Dus dat is denk ik ook alweer 3 weken terug. Ik moet ook deze camera teruggeven aan Sabrina. Want ik heb hem eigenlijk al heel erg lang nu van haar geleend. En ze vroeg laatst of ze hem terug mocht. Dus of course. Ik ga waarschijnlijk ook vanmiddag of vanavond een nieuwe camera bestellen. Ik ben nog aan het twijfelen. Ik ben aan het twijfelen of ik deze ga kopen, maar dan de nieuwere. Dus de G7X Mark II. Of dezelfde camera als Sabrina. Maar daar zit een flink prijsverschil tussen. Deze is eigenlijk goedkoper. Dus ik ben een beetje aan het wikken en wegen. Want ik vind eigenlijk deze veel chiller. Omdat die echt super klein is. En dus heel makkelijk is om mee te vloggen. En die van Sabrina is ietsje groter. En het schermpje, zeg maar, kijk als ik nu naar boven kijk. Er zit zeg maar zo'n uitklapscherm. En die staat bij die andere camera naar de zijkant. En als jullie me al heel lang volgen, dan weten jullie dat ik daar niet mee om kan gaan. Want mijn ogen gaan altijd die kant op, zeg maar. Dus dat vind ik een heel groot nadeel, vooral met vloggen. Dus ik denk eigenlijk dat ik mijn keuze al heb gemaakt. Want laten we eerlijk zijn, ik maak tegenwoordig ook vaker gewoon vlogs dan dat ik normale video's maak. En ik vind het ook gewoon heel chill met mijn vlogcamera alles te filmen. Dus waarschijnlijk ga ik deze camera kopen gewoon weer, maar dan de nieuwere versie. Nog iets leuks. Vanmiddag ga ik trouwens ook iets heel erg leuks doen. Dat ik samen met Life of Yvonne, misschien volgen jullie haar wel, vanmiddag een Instagram foto ga maken. Want ja, ze had mij benaderd en ze zei van dat ze mijn Instagram heel erg leuk vond. En ze wil graag nieuwe Instagrammers graag een handje helpen. En ja, toen vroeg ze of ik interesse had om in een samenwerking. Dus we gaan samen een Instagram foto maken. Vind ik echt mega leuk. Want ik vind haar foto's echt amazing. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. Ik dacht, misschien is het wel leuk om even mijn outfitje te laten zien. Ik heb dit spijkerjurkje aan en dit jurkje is eigenlijk van mijn moeder. Maar hij is zo leuk. Oké, kijk even de achterkant. Dit is de achterkant. Kijk, ik heb er zeg maar nu wel een soort sport-BH onder van Calvin Klein. Dus normaal is dat gekruiste dus niet. En is het dus gewoon een hele open rug. Maar echt super leuk jurkje. Dus die heb ik weer lekker gestolen van mijn moeder, want dat doe ik wel vaker. Hoi! Hallo! Wij zijn lekker tossie aan het eten. Super lekker! Goedemorgen! Goedemorgen! Het is vandaag woensdag. We gaan vandaag naar de stad in Alkmaar. En ik ga mijn MacBookje voor 2 weken of zo afstaan. Nee, ik heb al een tijdje zeg maar dat het toetsenbord af en toe blijft hangen en dat het gewoon niet helemaal is zoals hij hoort te zijn. En nu heb ik nog garantie, dus dan is het wel natuurlijk handig als ik het eventjes laat doen. Want in september loopt mijn garantie af, dus nu kan ik het gewoon nog laten doen. En ik vind het heel pijnlijk dat ik mijn laptop even moet afstaan, maar het is wel beter. Nee, dus dat gaan we even doen. We zijn even in de Primark en ik heb nu dit aan. Dit topje met deze broek. En deze broek is echt zo chill. Het is het straight model van de Primark. Maar echt heel erg chille broek. Dus die ga ik denk ik sowieso meenemen. En dit topje vind ik ook echt heel erg leuk. Hij is wel heel kort.
zoals je ziet. Maar dat, ja, ik vind deze echt super leuk. En ik draag altijd bralettes, dus dat zie je er dan toch onder. Dus dat is prima. Helemaal leuk. Nu heb ik dit topje aan. En ik heb hem al bij heel veel anderen gezien. Sowieso is deze iets te klein. Ik had eigenlijk een maat groter gemoeten, maar die was er niet meer. Maar ik vind hem ook niet zo mooi bij mij. Ik weet niet. Het is niet mijn... nee. Misschien als hij losser zou vallen dat hij al iets mooier is. Maar ik vind dat ik er een beetje te dik in lijk. Nou, ik heb nu dit pakje aan. Die had mama eigenlijk gepast. Oh, sorry hoor mam. Ik ben even aan het filmen. Maar ja, we zitten allebei een beetje erbij dat hij heel leuk is. Maar dat de kleur of zo niet zo geweldig is. Ik weet niet. Iets eraan vind ik gewoon niet zo leuk. Maar ik weet niet wat. Want hij is wel heel leuk, zeg maar. Ja, ik weet het niet. Wat vinden jullie? Laat het even weten. Misschien kan ik hem altijd later nog een keer kopen. Ik heb trouwens ook deze nog gepast. Die heb ik niet laten zien. Maar die heb ik al een keer eerder gepast. Maar die vond ik toen niet zo heel erg mooi zitten. Maar nu had ik er een strapless BH onder gedaan. En toen zat hij al wel weer mooi. Dus ja, hij is maar 4 euro. En ik vind hem zo leuk. En de kleur. Dus ik denk dat ik hem toch maar mee ga nemen. Mijn nieuwe camera is binnengekomen. Ik ga hem openmaken. I'm very excited. Uiteindelijk heb ik dus toch gekozen om gewoon mijn oude camera opnieuw te kopen. Maar dan wel de nieuwere versie, zeg maar. Ik had eerst de G7X en nu heb ik dan de Canon G7X Mark II. Here it is. Ik heb daar uiteindelijk toch voor gekozen omdat ik gewoon... het gewoon heel chill dat deze formaat van deze camera gewoon echt heel chill is. En hij heeft gewoon goede kwaliteit. Ik kan er vlogs mee maken, maar ook normale video's. Dus ja, ik had toch niet zo'n zin om met een veel grotere camera rond te lopen. En dat vond ik gewoon een beetje onhandig. Dus ik dacht van ja, deze is dan wel veel chiller. En wat ook heel fijn is, is dat deze gewoon een stuk goedkoper was dan die andere camera die ik op het oog had. Dus ja, dat maakt eigenlijk alles wel beter. Ja. Zo leuk altijd als iets nieuw is. Dan word je toch helemaal gewoon gelukkig van. Er zit nog geen batterij in, nee. Ik weet ook niet of ik die erbij heb gekregen. Maar wat sowieso anders is, is hier dat scherm. Dat kan je zeg maar nu ook zo buigen. Ik weet nog niet precies waar ik het handig voor vind. Kan je beter kijken of zo. Heel leuk. En verder kan je hem gewoon net als bij die andere omhoog doen. Oh ja. Oh mam, chill. Nu heb ik 3 batterijen. Oh ja. Er zit een batterij bij. En een nieuw oplaadkastje. Ja, ik ga eventjes alles erin doen. En alles klaarmaken. En dan ga ik eventjes over naar mijn nieuwe camera. Ik ben heel benieuwd of het veel verschilt met de andere camera die ik dus al had. Oké. Okay, nou, ik film er nu mee. En... ik zie wel verschil, maar ik weet niet precies wat. En misschien dat ik het beter zie als ik het zeg maar op mijn laptop heb. Ja, je ziet het wel hoor. Het is wel echt super mooie kwaliteit, hè? Kwaliteit is wel echt een stuk mooier, zeg. Ik ben ook wel benieuwd naar het geluid. Ja, ik heb me nooit zo verdiept in deze, want ik had gewoon die andere. Ik heb wel eens video's gezien over deze camera, maar... ja, nee, ja, super nice. Ik kan in ieder geval gewoon weer lekker vloggen. Dus dat is heel fijn. En ja, deze kwaliteit is gewoon heel mooi. Dus daar ben ik gewoon super blij mee. En ja, ik ben blij dat ik weer lekker met mijn camera kan filmen. Want mijn telefoon filmen is toch een beetje, ja, I don't know. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ja, nieuwe dag. Ik ben van plan om vandaag sowieso 2 video's te filmen. Dat is het plan. En verder... ga ik dus vanavond naar Annie M. G. Schmidt. De voorstelling, musical, bla bla. Heb ik heel veel zin in. Maar ik ga dus nu zeg maar beginnen met filmen. Zometeen. En dan hoop ik dat ik gewoon... oh, Timmy zit nog op mijn bed. Nou, kijk zo wel. Hij kan er niet zelf af, want ik heb een beetje een hoog bed. Maar ik ga nu zometeen beginnen met filmen. En dan ga ik dat snel afmaken. En dan ga ik de rest van de dag lekker in de zon liggen. Want het is super mooi weer. En ik heb gewoon echt even zin om lekker even in mijn bikini buiten te gaan liggen. Dus ja, maar ik ga nu eerst eventjes 2 video's filmen. Nou, mijn 2 video's zijn gefilmd. Daar ben ik heel erg blij mee. En er zit iets in mijn voet. En het doet zeer. Sowieso een splinter. Nou ja, goed. Ik ben dus klaar met filmen. En nu ga ik lekker mijn bikini aantrekken en ga ik lekker buiten liggen, want het is super mooi weer. En ik ga ook zo even eten maken, want ik heb echt best wel heel erg honger. Oh, het is zo heerlijk weer. Echt puur genieten gewoon. Oh, jezus. Zo chill.
Het is echt veel en veel te warm in de tuin. Ik kan het gewoon niet meer aan. Dus ik ga nu even douchen, want mijn haar is echt super vet. En ik ga vanavond natuurlijk weg. Dus ik vind het dan wel even zo netjes als ik eventjes mijn haar ga wassen. Dus ik ga nu even douchen en me daarna aankleden. Want het is gewoon te warm buiten. Ik kan het gewoon echt niet... Ik ga dus zo meteen naar Annie en Marie Schmid, de musical. Dat heb ik echt geloof ik al 3 keer verteld in deze vlog. Maar ik laat mijn camera in ieder geval thuis. Want ik ga gezellig met oma op pad. En ja, weet je, dan ga ik toch niet vloggen. Ik ken mezelf. Het is gewoon even gezellig een avondje met oma. Dus ja, jullie krijgen morgen nog een uitgebreide review hoe ik de voorstelling vond. Goedemorgen. Miloetje ligt lekker bij het raam. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag naar Tilburg. Ik ga namelijk naar het eerste jaars kijken, naar hun eindvoorstelling. Heel erg veel zin in, want daar zitten natuurlijk al mijn leuke lieve vrienden in, dus dat is heel erg leuk. Ik blijf vanavond ook bij Machtel slapen en ik ben eigenlijk gewoon het hele weekend in Tilburg, dus dat is heel erg leuk. En gisteren was ik dus naar Annie MG geweest en ik vond het zo'n super mooie voorstelling. Ik had al gehoord van heel veel vrienden van mij die er waren geweest dat het echt heel erg goed was en echt heel mooi. En nou, ze had er helemaal gelijk in, want het is echt een hele mooie voorstelling. Simone Kleinsma is echt intens goed. Het is niet normaal. Die vrouw is zo geweldig. Ik vind haar zo goed. Ja, dat wisten we natuurlijk allemaal al, maar dan nog. Ik vond het echt amazing. Dus ik heb er echt heel erg van genoten. Mijn oma vond het ook heel leuk. Gewoon een hele mooie voorstelling. Dus ik ben echt blij dat ik er ben geweest, dat ik hem heb gezien. Dus ja, nu ga ik even wachten tot ik in de trein kan. En dan ga ik richting Tilburg. Hallo, hallo, hallo. Nou, het is heel leuk hoor. Ready to sing. Laat ze de voorpagina zien. Kunnen ze even zien waar we zijn? Nee, voorpagina. Summer Singalong. Hey, we hebben een keuzemenu. Je hebt dus, je voelt je heel, heel goed. Zeg jij, je mond begint te trillen. Je kunt trillen of te trillen. Je hebt een keuzemenu. Je voelt je okay. Zeg jij, je mond begint te trillen. Dat moet er dan bij. Want dat hoort bij het nummer. Oh, gewoon helpen. Maar je moet zelf willen. Erbij. Moet wel voor vol ervoor gaan, jongens. Ja. Ik heb een nieuwe camera, hè? Maar kijk eens hoe kapot mooi. Wow. Oh, ik ben ineens heel knap. Dat staat goed. Heel mooi. En wat nou, het kan natuurlijk ook in je tegendeel werken. Dus je er niet uitziet, dan is alles schitterend. Oh, oké, dat is heel jammer. Ja. Schitterend, ja hoor. Mooi. Ik ben echt blij mee. Jammer, buister. Je kan ook. Lekker, lekker. Zolang ik je niet verlies. Vind ik heus wel mijn weg met jou. Hallo. Het is 4:55. Ja, we hebben een lekker feestje gehad. Yeah, en nu gaan we slapen. Oké, jongens, ik ben mijn vlogcamera even vergeten. Heel stom. Maar ik heb een super leuk weekend gehad. Ik heb er volgens mij heel weinig van gefilmd. Heel weinig. Maar ik heb zo'n leuk weekend gehad in Tilburg. Echt, het was zo gezellig. We hadden gisteren dus ook een feest. En het was echt de avond van mijn leven gehad, oprecht. En nu ben ik dus onderweg naar een dansvoorstelling van een vriendin van me. Ik heb wel zin om even haar te zien en zo. Dus ja, dat ga ik nu doen. Zo, ik ben weer lekker thuis. De dansvoorstelling was echt heel erg vet. Ja, ik ga bij deze de vlog afsluiten, want ik ben super moe en ik ga echt nu lekker slapen. Ik zie er ook echt niet uit. God. Nou goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.